In deze clip wil ik laten zien waar je de locatie van je catalogus kunt vinden, dat je die catalogus kunt verplaatsen en dat je die catalogus kunt hernoemen. Waarom doen we dat? Dat is omdat de standaard catalogus wanneer je voor de eerste keer met Lightroom begint, dan heeft Adobe gekozen dat hij die op de C-schijf zet. Nou, waar willen we geen bestanden hebben staan, werkbestanden, dat is op de C-schijf. Mocht dat eens een keer corrupt gaan. Of we formateren dat opnieuw. Of weet ik veel wat er kan gebeuren. Ja, dan ben je gewoon heel je catalogus kwijt. Ja, en dat is het laatste wat je wil. Want dan heb je dus duizenden rolfoto's bewerkt. Maar al die bewerkingen die in je catalogus zitten, die ben je kwijt. Dus dan kun je gewoon van voor of aan beginnen. Dat is, dat is echt een, een doemscenario. Maar goed, we gaan eerst maar eens even kijken. Kijk, wanneer je weet waar je catalogus staat, dan hoef je nou niks te doen, maar we gaan, wanneer je dat niet weet, gaan we gewoon eens kijken waar staat nou die catalogus. Nou, we zorgen dat we Lightroom geopend hebben en dat we de titelbalk zien. Dat is een, een balk hier bovenaan, daar staat Lightroom Catalog, Adobe Photoshop Lightroom Classic Bibliotheek. bovenaan staan we. Goed, wanneer je die niet ziet, doe even Shift F een paar keer en dan komt hij vanzelf voorbij. Uh, klik er eens rechts op. En wanneer je daar rechts op klikt, dan zie je in deze Windows-omgeving locatie van catalogus tonen. Wanneer je op een Mac zit, dan zie je dit niet, maar dan zie je het pad wat leidt naar dat bestand. En dan dan neem je dan een mapje wat er boven staat. Hè, je ziet hier Lightroom, Lightroom staan. Wanneer je daarop klikt, dan zie je dus het bestand staan. Dus zo kun je het bestand terugvinden. En uh, dat doen we maar eens even. En wanneer we dat hier gedaan hebben, dan zie je dus dat het bestand is ook gemarkeerd Lightroom Catalog.lrcat. De catalogus van Lightroom is eigenlijk niet veel anders dan een Word bestand. En hij heeft dus ook een extensie die daarbij hoort, lrcat. En het mooie is, we gaan Lightroom even afsluiten. We hebben nog steeds dat bestand, zien we dan. Stel nou dat we dubbel klikken op... Dit bestand. Overigens, we zullen even kijken wat die staat. Deze PC, lokale schijf, gebruikers, Pieter, afbeeldingen, Lightroom. Nou, die staat dus op de C-schijf. Willen we niet gaan we veranderen, maar we gaan eerst even kijken. Stel nou dat je een lr bestand vindt. Dubbelklik daar maar eens op. En het leuke is, het is net als met, met Word, dan opent hij gewoon het programma wat erbij hoort. En dan laat hij het document zien. Nou, prima. Dus dat is het eerste Waar we moeten beseffen: dat we eigenlijk gewoon met een Word-bestand een, ja, een Word werken. Nou, het vervelende is, ja, hij staat nu in de map waar we niet willen. Hoe krijgen we nou voor elkaar dat het naar een map gaat waar we er wel meer overzicht over hebben? Nou, we selecteer gewoon alle bestanden die erin staan. Doe Ctrl-Copy. Ja, dan kopieer je. Dus niet Ctrl-X, want dan knip je. Nee, je wil echt wel uh, dat het gekopieerd wordt in eerste instantie. Dus kopieer, Ctrl-C, dat hebben we nu gedaan. En dan gaan we maar eens naar een map toe, waarbij we uh, uh, zelf. Uh, wat, daar staan al onze foto's in, hè? van 2010 tot 2019. Uh, we maken daar even een mapje voor aan, dat noemen we, map, die noemen we catalogus. Dan nou gaan we dus de catalogus bij de foto's zetten op een externe drive. Ja, en die externe drive die backuppen we. Dus wanneer er iets misgaat. Dan hebben we altijd een, een backup van, de, van die map met catalogus. Hebben we op een, ergens op een locatie. Dus niet meer zozeer op een C-schijf, maar op een echt. Mijn My, My Book Duo heet dat ding F. En die staat in RAID 1. En die wordt nog in de cloud uh, wordt die, uh, gesynchroniseerd. En daarin staat een map Fotoarchief. En daar zetten we dus die in. Dus een lege map. En dan moeten we even kopiëren. Dan plakken we alles wat we hebben. Plakken we in die map. En daar zie je dus weer. En we gaan even kijken. Zo. So. Daar zie je dus weer dat lr bestand bij staan. Dus wanneer we nou daarop dubbel klikken, kijken wat er gebeurt. Hij staat nu op een heel andere locatie. Maar we klikken op dat pseudo-word-bestand. En wat doet hij dan? Dan opent hij die catalogus. Previews en alle settings die we gedaan hebben. Prima. Wanneer we nu weer linksbovenaan links bovenaan kijken, dan zien we daar staan: uh, waar is nou de locatie? Ja, die locatie is wat we gezegd hebben. Die staat op die externe drive fotoarchief catalogus dus we zijn nu al een stap verder we hebben nu de catalogus van plaats veranderd door te kopiëren er kan nooit iets misgaan doe het gewoon even en dan dubbelklik erop en wanneer die opent en je ziet al je previews dan is het dus allemaal in orde je kunt je kunt die catalogus dan overal wegzetten niet op een usb-stick overigens en ook niet in een netwerk maar wel op alle lokale drives die je hebt nou Zitten we nog met één probleem en dat is ja, Lightroom Catalog is natuurlijk een naam die is zo algemeen. Ja, stel dat je meerdere catalogi wil maken of je wil gewoon zeggen ja dit is de catalogus van Pieter en de andere is van uh, catalogus van Kees en die is van catalogus van Huppelepup. Ja Dus, dus dan, dan is Lightroom Catalog eigenlijk geen goede naam. Nou, wat gaan we nou doen? We gaan dus gewoon op dat ding staan en we zeggen foto archief en dan zetten we hier, nou, noem maar op wat, we doen dat per jaar 2018. En op het moment dat we dat gedaan hebben, ja, dan, dan, dan doet hij dat dus gewoon. Moeten we wel één ding onthouden: zouden we zouden nu kunnen dubbelklikken, dan opent hij weer en dan zien we dat het fotoarchief heet. Om nou te voorkomen dat hij een nieuwe map aan gaat maken, met zijn previews gaan we ook de map previews anders noemen. Dus dan vervangen we Lightroom catalog door Fotoarchief 2018. Dus we hebben nu een catalogus met Fotoarchief 2018 en we hebben nu een preview map met fotoarchief 2018, die hetzelfde gen genaamd zijn, alleen met previews erbij. Wanneer ik nu op fotoarchief 2018 klik en ik dubbelklik daarop, ja, dan zien we dus dat die Lightroom opent. We zien dat de catalogus nu, dat zien we links bovenaan, fotoarchief 2018 heet. En wanneer we erop rechts klikken en kijken waar die staat, dan staat die inderdaad op mijn externe harde schijf in de map fotoarchief, in de map catalogus en daar staat onze catalogus, de LRCAD bestand. Dus in principe hebben we nu bereikt wat we willen. We hebben gekeken, nou waar staat onze catalogus waar we altijd in werken? Door rechts te klikken, links bovenaan in de titelbalk. Kunnen we hem verplaatsen? Ja, dan kunnen we alles wat in die map staat kopiëren naar een andere map die we ja, herkennen en die bij de rest van de foto staat. En dan kunnen we ook nog de naam veranderen. Dat kan gewoon in Windows verkennen of in Finder. En dan niet alleen het LRCAD bestand hernoemen, maar geeft datzelfde naam aan het Preview mapje wat erbij hoort, en dan heb je alles gedaan, dus je ziet in volgens mij in vijf minuten. Hè, is het even uitzoeken, maar kun je dus je catalogus vinden, verplaatsen en hernoemen? Kleine tip: nog iets anders erbij, en dat, uh, dat doen we even met deze foto. Soms weet je niet meer waar een foto staat, ondanks het feit dat je een mooi archief opgebouwd hebt. Heb je wel eens rechts op een foto geklikt, dan zie je daar tonen in verkenner. Of tonen in Finder. Dus wanneer je eens een keer een foto fysiek op je computer moet vinden. Dus, ja, en je weet, je hebt geen goede structuur of je bent hem gewoon kwijt. Tonen in Verkennen en je vindt altijd het origineel bestand. Nou, Tot zover uh, deze uh, Quick Tip Lightroom. En ik hoop dat je er uh, ja, wat nuttige dingen mee kunt doen.